Goedendag allemaal, het is vandaag 24 december en het is een wat eenzamere kerst dan we ons hadden voorgesteld. Mijn moeder zou misschien hier naar Doldersum komen, maar dat gaan we niet doen. En ook misschien moeten we morgen wel de kerstplannen wijzigen, want mijn oudste dochter gaat een coronatest laten doen. Die heeft opeens heel erg hoofdpijn vandaag en ja, dat is ook een beetje raar. Dus ja, we zitten hier met z'n drietjes. Mette is in er eentje in Amsterdam en wij zitten met z'n drietjes in Doldersum. En alle plannen lijken wel in het water te vallen. En dat deed me een beetje denken aan kerst een aantal jaar geleden. Ik weet het jaartal niet meer uit mijn hoofd. Ik denk 2005. Toen hadden we de wijk genomen naar Duitsland. En we zaten in een Landal Green Park kerst te vieren. En we wilden op 24 december nog even naar de supermarkt om wat te eten te halen. Maar er lag daar een dik pak sneeuw. En eigenwijs als wij zijn, dachten we, ja, we hebben winterbanden en sneeuwkettingen. Nou, dat is allemaal overdreven. Dus die sneeuwkettingen hadden we niet. En het Landal Green Park lag in een soort dalletje. En we kwamen er niet uit. We hebben de auto geprobeerd het dal uit te duwen. En de banden bleven slippen. En het was niet mogelijk om weg te rijden. Op een gegeven moment ook slaande ruzie gekregen, omdat de ruitenwissers op de achterruit heen en weer gingen, terwijl Anton probeerde te duwen. Nou, dat was allemaal niet gezellig. En toen dachten we, weet je wat, we blijven gewoon hier. En zo'n Landal Green Park is niet ideaal, maar het ene voordeel had het wel. Ze hadden een restaurant, wat alle kerstdagen open was. En we hebben gezellig kerst met Bollo gevierd. Want in die restaurants loopt dan zo'n grote mascotte in een heel groot pak. Die loopt daar rond. En het was een fantastische kerst met Bollo. Kinderen konden in het speelparadijs. En we hebben natuurlijk heel veel sneeuwballen gegooid en geskiet en dat soort dingen. Ik kan niet skiën trouwens. Ik heb geprobeerd te langlaufen, maar toen wist ik niet hoe ik moest remmen. Dus de enige manier om te stoppen was om mij dwars te laten vallen. Een soort loodrecht op de loipen zo om te vallen. En dan stopte ik tenminste. Maar kerst met Bollo zullen we nooit vergeten. Ik wens jullie hele fijne kerstdagen. En hier volgen nog wat mooie plaatjes van de wandeling van vanmiddag. Tot ziens, tot morgen.